Je ouders gaan naar een naaktcamping en jij moet mee. Het mag niet van onze geloof om bloot te lopen. Want het is toch wel heel vies om ook andere mensen te zien. Ik hou ze liever ook aan, want anders zou ik me dood schamen. Je ontdekt dat je homo bent. Ga je het zeggen of niet? Ik vind het eigenlijk een beetje raar, dat vind ik. Ik vond het wel verwennen als opeens midden op straat aan te zoenen of zo. Ik vind soms dat die wel gewoon aardiger zijn dan gewoon normale mensen. Je bent moslim. Doe je hoofddoek op of af? Ik zou opdoen, omdat het moet van ons geloof. Ik wou sinds mijn 9e een hoofddoek dragen en toen begon ik ermee. Het lijkt me ook niet echt fijn zitten. Als je ermee gepest wordt, is het ook niet leuk. Wat zou jij doen? Vanaf deze plek krijgen kinderen de kans hun mening te geven over dilemma's waar veel kinderen dagelijks mee te maken hebben. Hey Vijfje, doe lekker je kleren uit. Ik heb geen zin. Ik wil je samen met je delen dat ik gevoelens heb voor meisjes. Ik ben dus lesbi. Het is toch je kind? Kijk, er zitten twee meisjes met hoofddoek. Ja, weet je dat nou? Er zitten echt twee meisjes met hoofddoeken. Ik heb gisteren een gesprek met mijn vader gehad. En ik heb gezegd dat ik geen hoofddoek wil opdoen. Ik ben als jongen geboren, maar al vanaf kleins af aan had ik het gevoel dat ik liever een meisje wilde zijn. Je vraagt je constant of ziet niemand iets. En zit dat wel goed? Zit dat wel goed? Als ik bij mijn moeder was, wou ik naar mijn vader. En als ik bij mijn vader was, wou ik naar mijn moeder. Dus. Mijn idee is om een huis te maken waar je niet hoeft te kiezen. En de naam is het Ik Hoef Niet Te Kiezen huis. Zij geven hun mening in Wat Zou Jij Doen? En dat willen ze heel graag. Een serie over slavernij en kinderarbeid. Vroeger en nu. Nederland was een van de laatste landen die de slavernij officieel heeft afgeschaft. Pas op 1 juli 1863, zo'n 30 jaar later. Met historische reconstructies. En hedendaagse reportages. De storm en slavernij, die ging op in vlammen. Jullie kregen vrijheid, er is veel veranderd. Ik ben zoals ik ben, ik kan er niks aan doen. Als we nog steeds in die tijd waren, hoe we nu met Shane omgaan, dan zou Shane ons commanderen om te werken. Ja. En dat heeft Shane nu in zijn rap gezegd. Vanaf 18 september, op ZAP.